Eerlijk gezegd, die ken ik niet. Dus ik ga er even vragen. Hoe noem je eigenlijk? Stien Mannaert. Stien Mannaert is ook tevens de ster van de avond. Onze ster van de avond, voor zij die dat nog niet weten, dat is iemand uit onze eigen jeugdrangen, die dan heel de voorbereiding van de ploeg mag meemaken. En dat gaat over... Ja, over wat gaat dat eigenlijk? Stien, kun je even zeggen aan de mensen die dat nog niet weten, wat is de voorbereiding van de ploeg eigenlijk? Kun je even zeggen wat ik al mocht doen tot nu toe? De bussen vullen en water gaan halen. Ja. Water gaan halen, zei je. En massage wordt dat ook gedaan? Over doodje. Heb je iemand mogen masseren? Ja. Ah, en wie heb je gaan mogen masseren? Van Nick. Ah, van Nick. De reactie is hier nogal hevig, omdat hier een hele supportersclub zit van ik. En is dat ook je favoriet binnen de ploeg? Ja. Ja, wat is dat? Je hebt nog een lid bij. 16, waar speelde jij ergens? Bij wie speelde jij hier? Premenemen, Minimen, Scholieren? Minimen. En de Minimen. En welke plaats? Speelde je al met plaats of nog niet? Nee. Nee? En doet het graag? Speel ik al lang volleybal eigenlijk? Ja. En hoe lang? 20. Dat kan niet. 6. 6 jaar, dus dat zal wel heel goed zijn natuurlijk. Zeg, maar uw naam zegt me wel iets. Uw mama is hier, ik ga niet zeggen masseus, want dat heb ik vorige keer gezegd. Die is hier kinesiste. Daar is ze zijn. Stien, heeft de coach al met de groep gesproken? Ja, de voorstelling van de ploeg en hoe dat ze moesten spelen. Ah nee, ja, ze moest water gaan aan. Dat is kinderarbeid, dan mogen wij. Dus, we moeten hier op de rond blijven. Ze was te laat. Te laat, coach. Hoeveel euro boete is dat? Dat is 50 euro. Hoor. 50 euro! Ja, Ingrid, kijk, 50 euro boete. Hoe kunnen nu te laat zijn voor de teambespreking? Heel mijn plan hier stuk om te vragen hoe dat de ploegopstelling ging zijn. Steven, ken jij de ploegopstelling? Nee. Voilà. Allee. Hoe jij wil. Ah, weet het wel? Weet ze het wel? Wie denkt dat gaat spelen vanavond, Steven? Volgens
uw mening? Ja. Nick. Nee. Zeg het. Nee. Nee. Heb jij die 50 euro al aan de coach gegeven, dan zal Nick zeker spelen. Steen, heb jij nog zo andere hobby's dan volleyballen? Of is dat echt zo, wil je daar professioneel in worden of heb je nog andere hobby's? Nog andere hobby's. Zoals? Tennis. Tennis? Hoe, je tennist ook nog? Ah, en? Ook goed, tof. Hoe lang al ook? 6 jaar ook? Nee, net. Ah, net. En dat is ook leuk. En wat heb je het liefst, tennis of volleybal? Volleybal. Oké. Okay. Ah, voilà. Echt eens. Ah. Hey. Zien, ik vraag dat aan elke ster vanavond. Die mensen moeten ook nog een pronostiek invullen. En ik vind dat jij daar mocht mee helpen. Hoeveel gaan we winnen of verliezen? Of wat zal de uitslag zijn vanavond? 3-2. 3-2, voilà. Goed, 3-2. Zien, ik ga u nog wat sjaaltjes meegeven voor de tegenstander af te drogen. De meeste mensen kennen dat al. En als we zouden verliezen, is het voor onze tranen te drogen. En dan heb ik nog een klein extraatje. Kun jij zingen? Ja. Ja, en kun jij goed zingen? Ik weet dat niet. Nee, waarom vraag ik dat? Dat is, we gaan een actie doen vanavond, dames en heren. Dus dan gaan we ook zien dat we iets vroeger in de zaal zijn, allemaal tezamen. Wij moeten, want wij zitten langs de linkse kant van het terrein, wij moeten zeker meedoen met de supporters die langs de rechterkant zitten. Dus we, Steen, kun jij dat zingen of niet? Of ga je nog een beetje oefenen voor straks? Ik ga dat zingen, allee, dat is goed. Je gaat dat zingen. Allee. Wat kunnen we ervan zingen? Gaan we een beetje zingen of moeten we allemaal meedoen? Straks allemaal meedoen. En gaan we hier een kleine oefening doen? Of zie dan eens. We zullen het straks doen, vergeet het niet. De tekst zal op jullie zitje liggen. Dus we gaan allemaal meedoen, juist voor de wedstrijd, dat we er een volle ambiance van maken natuurlijk. Geef ze nog een daverend applaus, Steen Manne, ster vanavond. Vooral in met dat water, de sfeer, met heel goed gedaan. En als eigen side-out spel hebben we ook heel goed op orde gehad. Natuurlijk, als trainer zie je veel meer. Er zijn nog steeds dingen die we moeten gaan verbeteren. Die ook beter kunnen, die we beter kunnen doen. Thank you.
Vriendelijk geeft u ze een applaus. Live zingt ze voor jullie de stem van de avond. Stil mannen. When you are...